Hi, een hele goede avond. Nog even een vlogje snel tussendoor. Want ik had laatst een gesprekje met Jos. En daarin merkte ik dat een aantal punten niet echt naar voren kwamen voor mijn gevoel. Die wel heel belangrijk zijn voor mij om erin te hebben. Want mijn volledige verhaal kunnen doen. En mensen hun ogen te kunnen openen over jeugdzorg. Dat is de hele reden dat ik meedeed. Dus laten we beginnen bij het begin. Ik was 14 toen ik uit huis werd geplaatst. En ik hoopte met heel mijn hart dat ik daar wel hulp zou krijgen, want dat kreeg ik daarvoor niet. Hoe hard we het ook probeerden. Niks was minder waar. Ik ben er geplaatst voor een observatie. Heel mooi, heel leuk en aardig, maar maanden jongeren in principe alleen maar op een groep zetten. Om even te koekeloeren hoe het met ze gaat, zonder welke vorm van hulp te bieden dan ook. Draag niet bij voor jongeren. Dat is gewoon een feit. Ook geen fijne groep overigens. Veel seksueel misbruik was daar aanwezig. Fysiek misbruik. Fysiek geweld. Et cetera. Toen ging het op een avond goed mis. En Toen ging het op een avond goed mis. En ben ik gedrogeerd en seksueel misbruikt. In een hele heftige vorm. Dat was dat. Ziekenhuis, alles. Toen ben ik echt met... Er stond er 18 man politie bij mij, voor mij bij het ziekenhuis om me op te halen. Terwijl er al afgesproken was dat ik zou niet terug gaan naar de instelling. Want iets is er gebeurd en wat was nog niet zeker. Maar ze kon niet terug. Uiteindelijk is toch teruggebracht. Dan hadden we daar gezeten. En toen in een gesloten instelling geplaatst. Zonder dat er überhaupt op dat moment nog een machtiging voor was. Als ik het goed begreep. Opgesloten, idem dito. Fysiek geweld. Seksueel misbruik. Ongelooflijke machtsverhoudingen ook. Echt geen fijne plek om te zijn. En wederom geen hulp. Niks, nada. Ik heb daar ooit één keer een gesprekje gehad met een psychiater, geloof ik, van 10 minuten. Die achteraf niet eens de papieren had. Dus dat is wel tekenend. Voor mij, zo gaat het in heel veel instellingen namelijk. Toen overgeplaatst naar een open instelling. Alleen er was op dat moment corona. Maar de gesloten machtiging was al vervallen. Dus ik mocht naar huis voor een weekendverlof. En dan de dag daarop, na het weekend, zou ik naar de open groep gaan. Om daar wel behandeling te krijgen. Nou was er een of andere hele mooie miscommunicatie. Waardoor ik de volgende ochtend met politie werd opgehaald. En dat gebeurde ook al nogal hardhandig. Ik moet het allemaal vrij kort doen, omdat ik niet echt de ruimte heb om heel lang te praten. Dus dat is wel jammer, maar ik focus op de grote lijnen. Op de nieuwe groep geplaatst, daar ook eigenlijk geen hulp gekregen. Geen behandeling, niks. Alleen, ik ga naar groepstherapie. That's it. Terwijl ik daar voor een verkort programma zou zijn om juist die hulp te krijgen. Maar ik kon daar ook niet verblijven, want mijn CPTSS hielp niet mee. Ik zag een beetje een instelling, elke instelling als instellingen waar het fout ging. Dus ik sliep gewoon niet meer. Ik kon daar niet zijn. Ik zat eigenlijk alleen maar in herbelevingen. Dus toen kon ik eindelijk naar huis. Een aantal weken. Dat was echt heel fijn. Maar toen kwam er nog steeds geen hulp. Eigenlijk alleen maar een trap na. Van oké, we gooien niet over de schutting. OTS gaat eraf. UAP gaat eraf. Alles. Maar daar zei je dan. Zit je thuis, je kan niks. Je krijgt geen hulp. Uiteindelijk kon ik wel gelukkig op school starten na een paar maanden. Daar was ik ongelooflijk blij mee. Maar dat viel toen ook allemaal weer in het water. Tot nu zelfs heb ik nu 4 maanden geen school gehad. Omdat in ons geval de gemeente weigert te betalen wat dan ook te doen. En ze zijn nu eindelijk na volgens mij een half jaar gekomen met voorstanden. Ik mag doken met een... met begeleiding in een buurthuis gaan zitten. Het is 30 uur in de week of zo, of 20, ik weet niet meer. En dan is dat wat we aan hulp bieden. Elk weldenkend mens snapt dat dat niet werkt. En zo zijn er nog 100 dingen. Ze verwijgen zelfs een OV-kaart. Voor mij, om mij naar school te krijgen. Te betalen, alles. Het maakt niet uit wat we doen, maar het gebeurt maar niet. En dat herken ik toch in heel veel casussen. Dus daarom vond ik het heel belangrijk om dit nog allemaal weer te benadrukken en uit te leggen. Vooral ook het institutionele geweld en hoe er eigenlijk geen hulp geboden wordt aan jongeren in de jeugdzorg.
En dat het misbruik, het machtsmisbruik, het fysieke geweld, alles daar zo hoog ligt. Natuurlijk is het niet elke jongere die er zit, maar de cijfers, als ik het goed heb, tonen aan dat het 79% van alle jongeren is. En dat is behoorlijk heftig. Dus ik hoop dat dit gewoon een eye-opener is voor mensen, dat jeugdzorg moet veranderen, dat het echt niet zo verder kan. Want in plaats van dat je een jongere helpt, doe je het alleen maar meer trauma.